De minister van Handel, Industrie en Toerisme, Ferdinand Welzijn, heeft gisteren tijdens de openbare commissievergadering over de verhoging van de invoerrechten op kip en kipdelen de garantie gegeven dat de lokale kipproductie wel gestimuleerd zal worden. Hij is het niet eens met de stelling dat de verhoging van de importheffing van 20 naar 40% zal resulteren in duurdere lokale kip. Welzijn zei dat er reeds 2 ondernemers gefinancierd zijn om goedkoper voer te produceren. Er is een vraag gesteld op welke manier probeert het ministerie kleine ondernemers zoveel als mogelijk tegemoet te komen voor de continuïteit van de bedrijfsvoering. De financieringsmogelijkheden via het KMO-fonds zijn gecreëerd en we kunnen concreet aangeven dat er reeds 2 ondernemingen zijn geholpen aan financiering in dit specifieke geval om veevoederrijst te produceren als importvervanging van mais en soja. De minister gaf verder aan dat er ook controlemechanismen zijn ingesteld om te voorkomen dat de lokale producenten toch de prijzen van kip en kipproducten zullen verhogen. Wij hebben afspraken gemaakt om beter de markt te beheersen. We hebben regelmatig overleg met zowel de grote als de kleinere kipproducenten. En door een monitorings- en een controlesysteem te laten ontwikkelen, kunnen we dus de fluctuaties zoveel als mogelijk voorkomen en de markt proberen te beheersen. En dat kan het best door goed overleg te zijn met zowel de grote als de kleine kipproducenten. Aldus minister Ferdinand Welzijn van HINT gisteren tijdens de openbare commissievergadering over de verhoging van de invoerrechten op kip en kipdelen. De verhoging is op 1 september 2017 doorgevoerd.